Ron, wat hoop je dat vandaag oplevert voor jezelf, maar ook voor de aanwezigen? Nou, ik hoop dat het voor mezelf, maar ook voor alle anderen, 1 of 2 ideeën oplevert waarvan je denkt van, dat is nieuw. Daar heb ik wat aan komend jaar. Dat hoop ik. Ja, het gaat nu goed met de HIV. Het is een uitdagende zaak om nu ook de doelgroepen te vinden die het iets minder goed doen. En na het identificeren van die groepen om ze ook goed te kunnen behandelen. Maar of we daar morgen mee aan de slag kunnen, dat moeten we nog even afwachten. Ik hoop het wel. Met de stijgende SOA- en HIV-incidentie onder homomannen denk ik dat we meerdere wapens in de strijd moeten zetten. Niet alleen inzetten op gedragsinterventies, maar ook biomedische interventies als pre-expositieprofilaxe moeten zeker een serieuze kans krijgen. Ik ben de stem van de mensen met HIV die deelnamen aan dit onderzoek. Mogen wij ook eens aan ons woord, aan het woord namens onszelf? Al te vaak zijn het anderen die onderzoek naar ons doen. Elke minuut sterft er een vrouw aan AIDS. Ik doe een oproep aan die professionals hier om veel sterker dan nu een brugfunctie te vervullen. Mark, zou je in 1 of 2 zinnen kunnen zeggen wat je de mensen in de zaal mee zou willen geven waar ze morgen eigenlijk mee aan de slag zouden kunnen? Ja, ik hoop dat iedereen zich gaat inzetten om het aantal late presenters met HIV op te sporen, zodat we een eind kunnen maken aan de HIV-epidemie. En daarnaast hoop ik dat iedereen zich inzet om in 2015 hepatitis C-medicatie voor iedereen met HIV beschikbaar te krijgen. Ik denk het belangrijkste is dat als je kijkt naar de huidige HIV-epidemie, dat de enige manier om dat in te dammen is dat je met z'n allen samenwerkt op alle vlakken waar HIV zich afspeelt. Dus zowel in de preventieve als in de zorgsector. Om plannen te maken en die met te integreren en dat met elkaar te doen. Wat ik meegeef is dat onderling contact tussen mensen met HIV voor de weerbaarheid net zo goed is als pillen dat zijn voor je weerstand. Maak het mogelijk. Een belangrijk thema voor de komende 10 jaar is gezond oud worden en werken met HIV. Mensen met HIV worden steeds ouder, gelukkig. En het is ook de bedoeling dat zij gelukkig oud kunnen worden. En er is veel onderzoek nodig naar de medische en psychosociale aspecten en arbeidsparticipatie van oudere mensen met HIV. Ik denk in de komende 10 jaar vooral maatwerk. Maatwerk in de preventie, maatwerk in de zorg. Ook digitaal maatwerk, maar wel maatwerk met een menselijke maat. Nou, ik denk dat er 2 dingen zijn, namelijk de kosten van SOA-onderzoek en bestrijding en resistentie, antibiotica en resistentie. Dat zijn de belangrijkste dingen. En als je tegen iemand neemt 1 ding mee naar huis, wat denk je dat dan dat ene ding zou zijn waar ze morgen mee aan de slag zouden kunnen? Nou, wat ik vanochtend even gehoord heb, waar ik echt wel van geschrokken ben, is het effect van HIV en misschien ook wel medicijn gebruikt op jonge kinderen en hun intellectuele en cognitieve ontwikkeling. Nou, dus het gaat misschien minder over SOA-bestrijding, maar we krijgen meer en meer mensen die met HIV langer gezond leven. En we moeten over de integratie beter nadenken, het verminderen van stigmatisatie. Hoe gaat het op de werkplek? Hoe werkt een carrière met HIV? Moet je het erover hebben? En dat zijn de uitdagingen voor de komende 10 jaren. Nou, ik denk dat wat heel belangrijk is, dat bij SOA-bestrijding goed gebruik gaat maken van internet. Want je ziet dat internet bijvoorbeeld in de prostitutiewereld een steeds belangrijke rol speelt. Waardoor je aan de ene kant makkelijk contact kunt leggen met de doelgroep bij prostituees. Maar aan de andere kant is het ook een wereld die heel veel onduidelijkheden en verwarring en moeilijkheden met zich meebrengt. Beste mensen, gefeliciteerd met 100 jaar SOA-AIDS-bestrijding in Nederland. Ik vind dat het nog een keer 100 jaar moet worden. Op scholen zegt men 2 plus 2 is 4, dat wordt elk jaar geleerd. Niemand zegt dat je daarmee moet stoppen, want men weet het nu wel. Preventie moet elk jaar opnieuw weer uitgelegd worden. En ik ben voor postbus 51 spotjes terug in Nederland. Lieve mensen, gefeliciteerd met 100 jaar SOA-bestrijding. Ik wil iedereen van harte feliciteren met 100 jaar SOA-bestrijding. En professionals die meer willen weten, download de Sexoa-app. The 9000 series is the most reliable computer ever made.
We are all foolproof and incapable of error. Hoi schat, fijn dat je bent aangekomen op je congres. Niet in bed gaan met andere vrouwen hoor. Oké. Bla, bla bla bla, belangrijk, bla. Belangrijk, belangrijk, bla bla bla. Dat was een indrukwekkende speech van jou, Dave. Zeg, niet ver hier vandaan staat een 9000 computer. Want ik weet niet of jij wel naar bed mag met een ander van jouw vrouw. Oké. Nou? Ja, ja. Ja, beetje spannend. Er is geen mooiere liefde dan... Altijd spannend de eerste keer. Zag ik altijd bovenveilig, ja. Doe het wel goed. Ja, ik weet het. Ja. Daar gaat hij dan. Ik ben benieuwd. Toch spannend. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Dat? Een computervirus! Een computervirus! Heel vaak zijn er geen klachten. Het is een virus. Je hebt niet altijd tot klachten leiden, wat je ook niet altijd ziet. Maar als je klachten krijgt, dan krijg je echt de fratjes. Ook in de toekomst. Gebruik een condoom. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.